precious. Sorry, she got a new part. She had to be fast. Oh, grote zusjes zijn enorm veel werk. Ah, ja, Jerry, wat doe jij nou weer hier? Ik heb je echt zo lang niet gezien. Hoe gaat het met je? Hoe is het op school? Nee, wacht, dat zijn saaie dingen. Hoe gaat het met je animeclub op school? Rustig aan, joh. We hebben het hele weekend om bij je te praten. Ik ben je nieuwe oppas. Dit gaat zo leuk worden! Ja, wel, hé! Waar probeer jij naartoe te racen? Ze was aan de kinderen! Wow. Het is oké. Kliederen hoort erbij. En ik ben een fan van je artistieke visie. En een nog grotere fan van babyproof wasbare verf. Als jij begint met schoonmaken, maak ik deze kleine klaar voor een dutje. Maar het is niet mijn kliederboel. Ik weet het. Maar ik kan de hulp goed gebruiken. Alsjeblieft. Ik heb beloofd om een goede grote zus te zijn. Je bent de beste grote zus. Laten we jou in slaap zien te krijgen, zodat we de ramen toko kunnen openen. Oh, ja, ja. Wauw, bedankt voor het schoonmaken, Neon Cutie. Laten we dan nu wat plezier maken. Yay! Ramen slurpwedstrijdje, nu! Bingo! Kom maar hier met al die aardbeien van je. Yay! Mijn kostbare bessenvruchtjes! Ik win! Goed, wat dacht je van een cosplaywedstrijd? Verkleedheid! Oh, ja, 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 ja! Oh, ja, ja, ja! En hier hebben we Neon Cutie met de nieuwste look van Cosplay Couture. Laat je niet misleiden door de roesjes, ze is een stoere dame. Aya Cherry rookt de verborgen Roosdorp-mode. Een stoere ninja in het allervelste roze. Wat een look! Probeer je je dutje over te slaan? Ja. Ik respecteer je moed wel, maar niet terwijl ik op je pas, schatje.